voetbal beleef je in het stadion. Koop nu je seizoenkaart bij Roda JC Kerkrade. Roda JC, Limburgse passie. Roda JC gaat komend weekend op bezoek bij Vitesse in Arnhem. Al 25 keer eerder speelden de ploegen tegen elkaar. En 7 keer gingen de 3 punten mee terug naar Kerkrade. Na de overwinning op Twente is de sfeer goed op de training en in de groep. Maar ondanks de winst van afgelopen zaterdag is Harm van Veldhoven nog niet tevreden over zijn elftal. Ik vind nog altijd dat wij veel dingen veel beter moeten kunnen. Is het enorm belangrijk dat je zo'n wedstrijden wint. Maar moeten wij absoluut nog een doorgroei maken om daarin, wat je net ook een beetje aangaf, constanter te zijn. En ik weet op dit moment zal dat gewoon nog wat meer met hoogtes en laagtes zijn. Wij hebben daar nog niet de pure stabiliteit. Wij zitten daar absoluut nog in een proces. En dat zal de komende maanden verder ontwikkeld moeten worden. Vorig seizoen speelde Roda een dramatische wedstrijd tegen Vitesse. Via Mats Jonker kwam de ploeg nog wel op een 1-0 voorsprong. Maar daarna ging het hard en verloren de Limburgers met 5-2. Nee, vorig jaar was het in Vitesse een van onze minste wedstrijden waar we goed begonnen. En waar we eigenlijk heel snel de controle weggaven en eigenlijk geen antwoord meer konden geven. Dus, ik hoop met het vertrouwen dat we gewonnen hebben, dat we daar weer opnieuw weer voor een resultaat kunnen spelen. Het is natuurlijk een elftal waar een pak geld is ingestoken. En dat geeft een bepaald surplus. En wij hebben de laatste 2 jaar, denk ik, voor 1,7 miljoen verkocht. En dat maakt je kwetsbaarder, maar wij zijn er even strijdvaardig. In oktober 1996 speelden Roda en Vitesse een wedstrijd in het oude stadion van de Arnhemmers op Monnikenhuizen. Toen zorgde Gerald Cibon ervoor dat de Limburgers er met de 3 punten vandoor gingen. Het werd 1-2. De formatie van Roda tegen Twente was succesvol. Maar zullen dezelfde 11 weer van start gaan tegen Vitesse? Ja, god, je gaat iets wat goed geëindigd is ook niet zomaar weer afbreken. Dus het kan altijd. Je weet ook niet wat er in de loop van de week gebeurt. En de Vitesse is ook Twente weer niet. Maar grote veranderingen moet je niet verwachten, nee. Een jongen als Lebedinski, zullen we die in actie gaan zien? Nou goed, die jongen die komt van ver. En aanvallend heb ik eigenlijk veel troeven. Je hebt ook gezien dat ook jongens zoals Pluim en als Malky en als De Beul ook goed invielen zaterdag. Dus op dat gebied heb ik een keuze. En is het niet zomaar een jongen om over iemand te praten. Er zijn veel jongens die nu de honger hebben om te kunnen spelen. En zo moet het ook blijven. Ze moeten dingen afdwingen. En daar alleen zal de trainer keuzes maken en de beste keuzes proberen te maken. Het is nu belangrijk om dit Roda weer wat verder uit te werken en op te bouwen. Dat is nu het allerbelangrijkste. En dat is de uitdaging voor dit seizoen. Stabiliteit weer terug om weer verder te kunnen bouwen. Want er is natuurlijk eigenlijk iets te veel veranderd afgelopen jaar. Veel te veel mensen zijn ook uit de contract gegaan. Sommigen konden we dan ook niet betalen. Opnieuw die saneringen. Ja, god, dat is eigenlijk iets te veel van het goede. Maar van de andere kant is het ook wel weer een uitdaging om weer een heel nieuwe ploeg te maken. En dat is eigenlijk voor mij de grootste uitdaging dit seizoen.